Dit waren dus mijn laatste dagen met mijn eigen groep. Filmpjes van mijn kindertijd die ik nog nooit heb gezien. Ik ben zo gelukkig hier dat ik dit heb. Ik vind het zo leuk. Er gaat hier om. Waar is papa nou? Hier ben ik toch. Waar is papa nou? Je ziet me toch? Hoe je als je ouder bent soms dingen van jezelf niet leuk vindt, vind je bij je kleine zelf alles wat ik zie super leuk. En denk ik, oh wat een leuk kind was ik. Vond je het leuk? Ja, maar ik kan het niet zo goed. Jawel, je deed het echt vet goed. Ja. Mooi moment om die boobtapes weer te gaan testen van Action. Ik doe het echt pijn. Dit is niet goed voor je tepel. Oké, ik heb het zo. Het deed zoveel pijn dat ik bijna moest onvergeefs dat je zo misselijk wordt van de pijn. Dus dit is, je moet een table plakken om. Dit is niet normaal. Prima! We hebben paella. Paella. Wat boeit het? Alsof het mij boeit wat zij aan hebben. Nee, oké, ik doe dit aan. Het is wel 30 graden, maar ik zit nog niet echt in de zomervibe. Salut! En ik vind dit toch zo lekker. Ik weet even niet meer hoeveel druppels. Ik doe er 4. Wat olijfjes erbij. Voor de fijnproevers onder ons is dit denk ik een van de lekkerste dingen die je ooit gaat proeven. En ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo'n grote stoel hier kwijt kon, maar het kan makkelijk. Echt heel ranzig, godverdamme. Kijk, dat was een ellende, dat wil je toch niet? Verschrikkelijk. Ga ik dus nu weer die zak eruit halen, dan ga ik die drollen er nog uitscheppen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moest snel naar mijn werk. Ik was gezellig met een vriendin voice memo's aan het sturen. Het was ineens super laat al, dus ik ga er snel vandoor. Echt heel ja. Leuk. Oh my god. Mooi. Ik heb helemaal niks gevlogd vandaag, maar ik ben inmiddels bij mijn ouders. Kijk eens. Dit heb ik lang niet gegeten. Salade burrata. Met wat avocado. Mooi. Daddy. Oké, tot nu toe niet echt veel gevlogd, maar ja, ik was bij de musical, daar heb ik niks gefilmd. Ik ben lekker moe, dus ik ga naar bed en ik zie jullie morgen weer. Morgen laatste dag met deze groep. Best gek. Goedemorgen, kleine, witte, dikke, schattige, fluffy baby. Nou, niet weg willen. Ja, zo, die musical liedjes zijn mooi. Ik heb ze op Spotify even aanstaan. Prachtige teksten over eenzaamheid, over durven keuzes te maken. Alleen door haar heen. Zo grappig, ik stuurde het filmpje naar mijn bonusdochter. Zegt ze, hey, die musical hadden wij ook. Maar op mijn vorige school hadden zij ook andere school. Dus heel veel scholen doen dezelfde musical. Heel mooi verhaal. Eenzaamheid krijgt zelden een bezoek. Mooi toch? Hele goede liedjes sowieso. Want ik had ze al 1 keer gehoord. Omdat we met de klas naar de liedjes gingen luisteren. En bij elk liedje dacht ik, die ken ik, weet je wel. Ik ben heel benieuwd. Het is mijn laatste dag. Ik ben heel benieuwd of ouders nog eventjes wat gedag komen zeggen en zo. Normaal dat ze weten dat het de laatste dag is, maar... Ik ben altijd fulltime juf geweest, zeg maar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat ik dan... Dat een duo echt. Alleen dat ik een duo had voor 1 dag. Dus nooit gehad dat ik eerder al uit de... Dat mijn laatste lesdag op dinsdag was, zeg maar. Meestal gewoon op donderdag. Deze Action Blush blend trouwens heel moeilijk hoor. Hij droogt heel snel op. Maar ik vind hem wel mooi. Mooie liedjes man. Eenzaamheid krijgt zelden een bezoek. Hoe mooi is dat? Wij gaan verhuizen. Ik heb mensen te proberen, durf het aan. Goeie tekst voor volwassenen dit ook. En dan gekoppeld aan een menukaart, omdat het ging over een restaurant. Ik zo mooi, leuk bedacht. Het ging er ook over van... aan het einde zeiden ze dan... hoeveel sterren ze hadden qua restaurant, sterrenrestaurant. En dan zei de juf van... Deze kinderen uit groep 8 zijn allemaal sterren. Weet je, het waren allemaal heel dubbelzinnig. Het was heel leuk. Heel veel dubbelzinnige dingen erin. Echt mooi met woorden gespeeld. Durf het aan. Trouwens, hoe lief is dit van een collega gekregen? Ah.
Met een douchegel en een masker. Zo lief. Deze hele groep zit vol sterren. Oh, hoorden jullie dit net? Dat van die sterren? Wow, die komen laat binnen. Oh, jammer dat we niet later mogen beginnen na de nieuwe school. Ik kan me herinneren dat mijn vorige school dat volgens mij deed. Oké. Okay. Doei. Wat hebben jullie allemaal superleuk. Nou, bedankt dat ik even bij de picknick was. Hi, het is 5:30. Ik had een hele leuke laatste middag, want het meisje die dus 2 keer bij mij na schooltijd is gebleven, mocht vandaag voor de laatste keer blijven. En het zat echt de beste dag ooit en het was super gezellig. Dus we hebben echt allemaal gezellige dingen gedaan. En nu hebben we in de klas, ja, niks bijzonders eigenlijk. Ik heb echt heel weinig gevlogd. Daarom mijn laatste dagen als juf. Leuk in de titel. Laatste dagen als juf. Ik heb echt niks gefilmd. Maar dit waren dus mijn laatste dagen met mijn eigen groep alweer. Volgend jaar ga ik dus dinsdag, woensdag remedial teaching doen. RT 1-op-1 begeleiding. En maandag dus invallen. Ben ik heel benieuwd. Ik hoop natuurlijk dat ik ook een keer hier moet invallen. Deze groep wordt volgend jaar groep 4. Dus alle groep 3 dingen moeten hier eraf. Want deze groep 3 gaat naar het andere gebouw. Dus de spullen van deze groep 3 gaan naar het andere gebouw. En dit wordt dus een groep 4. Dus ik ga even een paar dingen nog eraf halen. En we hadden gepicknickt. Heb ik ook niet gefilmd, hè? Nee, in de klas. Ja, ik filmde Teddy. Mama kwam even met Teddy langs. Ik had er mijn picknicktas mee. Ik ben vandaag slaaggegeten. Ja, ik heb echt niks te vertellen. Ik laat mijn computer meestal zeg maar op slaapstand. Maar ik ga hem nu maar afsluiten, want het is nu klaar. En alles wat ik moet doen, kan ik ook op mijn eigen laptop doen. Dus ik ga hem nu echt uitzetten. Donderdag nog even zo'n feestje met het team. Ik weet niet eens hoe ik dit uitzet, joh. Super slecht om hem nooit uit te zetten. Hier, afsluiten. En dan ben ik heel benieuwd volgend jaar wat ik allemaal precies ga doen. Dat moeten we dus allemaal na de vakantie echt helemaal gaan invullen en bespreken. Want dit was het. Dit was het. Apart, hè? Ik heb nu vakantie eigenlijk. Ja, donderdag nog daarheen. Dus het voelt dan nog niet helemaal als vakantie. Maar het is eigenlijk wel, ja, heel raar. Geen besef, omdat ik ook niet de laatste, zeg maar, voor de kinderen was het geen laatste schooldag. Dus dat is heel anders. Het besef kwam bij hun ook niet. Als je fulltime werkt, is het gewoon heel anders. Want dan ben jij ook de laatste die er is op de laatste schooldag. En dit was gewoon geen laatste schooldag. Het enige schooldagachtige was dat we iets meer leuke dingen hebben gedaan. Zoals steken en zo. En muziek, liedjes. En dat we laadjes hebben opgeruimd. Maar dat was het dan ook eigenlijk. Deze had ik trouwens nog geknutseld. Dacht ik er ook een keer mee. Schattig, hè? Echt super leuk geworden. De kinderen wilden hem dus heel graag hebben. Misschien laat ik hem even hier in de klas. En ja, de borden zijn nu helemaal leeg. Sad. Even zin in wat anders dan matcha en wil ik lekker een ijskoffie. Het is lekker weer. Goedemorgen. Goedemiddag. Hallo, het is bijna 7:00. Ik heb niets gevlogd, maar ik ben de hele dag. Ik ben de hele dag aan het editen geweest, in het zonnetje gezeten. En ik heb dus gisteren beelden gekregen van vroeger van mijn ouders. Maar dat zal ik nog wel vertellen. Ik weet niet, sommige van jullie vinden het heel leuk, maar ik kan me ook voorstellen dat sommigen denken ik hoef het niet te zien. Maar ik heb heel veel op Insta gespamd al net en gisteren. Filmpjes van mijn kindertijd die ik nog nooit heb gezien. Ik ben zo gelukkig hier dat ik dit heb. Ik vind het zo leuk. Dus nu moet ik dan naar Kangoo Jump gaan. Want ik ben helemaal op 16 filmpjes aan het kijken. En het begint over minder dan een kwartier. Oh, 10 minuten. Ik moet heel snel gaan. En mijn moeder gaat ook meedoen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ik kom echt net uit de douche. Even snel gedoucht en nu gaan. Vond je het leuk? Ja, maar ik kan het nog niet zo goed. Jawel, je deed echt vet goed. Maar ik weet niet of die roze meer wippen. Ik denk ja, wel. Ja. Tuurlijk. Ik ben dubbel jouw gewicht gewaard. Ja, maar ik denk hoe zwaarder je bent, hoe dieper je gaat. Ja, daarom moet jij lichtere schoenen. Oh, dus ik had redelijk log schoenen. Ja. Echt wel. Ja, nou ja, als ik straks weer, als ik voortaan op dinsdag werk, dan morgen weer naar school en vandaag de hele dag best veel. Ja. Maar dan kan ik ja, ik moet voortaan naar mijn werk. Ik kan niet weten tweede werk. Ja, inderdaad. Ja.
Dat was zo leuk en lekker. Ik weet echt niet waarom ik met de lift ga. Normaal ga ik gewoon lopen. Maar heerlijk. Ik ben helemaal happy. Oeh, ja, de juf was er dus niet. En hierna gaat ze ook te werken op vakantie. Oeh. Maar we waren met mijn moeder ging dus ook. Want ik had gezegd, ga mee. En dan waren we nog met iemand die de hula hoop les geeft. En nog drie. En we mochten dus, ik, de juf en nog iemand, zeg maar. Dus de juf van de hula hoop, die gingen dus om en om het lesje geven. Dus dan twee keer allemaal. En het ging echt zo goed. En ik kreeg er heel erg een boost van om zelf het lesje te geven. Het was echt zo leuk. Ik vond het echt totaal niet spannend. En ik heb soms best wel een beetje faalangst met dingen. Maar ik ging echt helemaal in mijn vibe. En het was echt heel leuk. Ik heb ook best wel goed ritme gevoel. Dus dat lukt me ook gewoon om die pasjes op de juiste manier te doen en zo. Dus. En ik merk dus dat ik dus... Mijn ouders hebben dus onze oude videobanden eindelijk laten digitaliseren. Dus die zie ik nu voor het eerst in, ik weet niet, ja, sinds het gefilmd is. Volgens mij heb ik het nooit gezien. Misschien toen even op de camera of zo. En ik merk dat het me dus een heel goed gevoel geeft. Ik vind mezelf zo leuk om terug te zien dat het me zelfvertrouwen geeft. Misschien klinkt het heel raar, maar ik denk dat mensen het misschien herkennen die ook hun oude filmpjes hebben. Ik had ze met Lot over gezegd. Ik snap zo goed wat je bedoelt. Je kan ook verbanden leggen. Je ziet dat je eigenlijk precies hetzelfde bent als toen. En hoe je als je ouder bent soms dingen van jezelf niet leuk vindt, vind je bij je kleine zelf alles wat ik zie super leuk. En denk, oh, wat een leuk kind was ik. En alles wat mijn ouders zeiden, ben je altijd blij en zo. Dat is ook echt zo. En ik geniet helemaal van die filmpjes. Dus ik ging gisteren heel laat slapen. Echt pas om 1 uur. Dat ik dus 3 uur lang die filmpjes aan het kijken was. En net was ik weer aan het kijken. En zo schattig en leuk. En zo'n liefdevol gezin. En zo leuk om mijn ouders te zien. En mijn opa en oma, mijn broertjes. Allemaal geweldig. Ik weet het, het doet iets met me. Behalve dankbaar en blij dat ik het kan zien. Lijkt het ook wel alsof het een soort van, ja, heel goed is voor je eigen ontwikkeling en je groei. Nou, die nijsessie heb je natuurlijk over je kindertijd, maar door je kindertijd echt terug te zien, dus ik ben echt zo dankbaar dat het er is, kan ik meer verbanden leggen en ben ik dus ook een soort zelfzekerder. Heel raar, want ik denk, ja, ik ben gewoon Charlotte, ik ben altijd al zo. Wat een heel leuk kind wat ik daar zie, weet je wel, dat ben ik gewoon. En ik ben nog zo en dat je meer zelfliefde voelt door die video's, heel raar. Of niet, maar heel bijzonder. Dus ik heb helemaal zin om dan elke dag weer stukjes ervan te kijken. Maar nu moet ik eerst even mijn vlog nog afmaken. Want ik, heel stom, ik had eigenlijk voordat ik wegging het moeten afmaken. Want hij is bijna klaar. En het renderen duurt 1,5 uur. Dus dan was hij nu klaar, had ik hem al kunnen uploaden. Maar goed, ik zat kinderfilmpjes te kijken. Dus ik ga dat nu eerst doen. En dan ga ik denk ik gewoon weer verder met mijn kinderfilmpjes. Ik moet ook nog eten. Ik heb maar 1 keer gegeten vandaag. Heel lekker om niet te eten voor de les. Ik heb een restje rijst met curry uit de frietjer die ik heb lekker ga eten. Ja, het was heel leuk. Ik heb ook nog krachttraining gedaan. En mama vond het ook leuk, maar wel heel pittig. Dus mijn conditie is echt nu al beter na 4 lessen. Wat zeg je, Charlotte? Poes is honger. Oh, waar is de poes dan? Laat zien. Ja. Zie je hem niet? Ja. Waar? Ja. Oh, ja. Een poes. Dus lust hij toch niet? Ik moest gewoon wc-papier eten. Lust jij wc-papier dan? Ga je de poes toch ook niet geven? Wil? Niet. Wil? Nee, echt niet hoor. Wil? Nee, schat. Zo hetzelfde als nu. Pas op. Run. Wat doet hij nou, hè? Weer terug. Ja, ga ze afspringen. Zeg, poes, hè? Poes. Hé, nou in die bak. Hé, nou gaat hij weer eten. Hé, nou gaat hij weer eten. Dit is zo leuk. Niet de plant eten. Oh, je wil je oorbellen laten zien. Eens kijken. Zo. Ik wil ook filmen. Wil je ook filmen? Ja, ik wil er ook doorheen kijken. Je wilt er doorheen kijken? Ja. Oké. Okay. Oh, dit is ook bijzonder. Zij leven lang, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Dat is een raar liedje. Kijk, oma Evelien die nog leeft. Oma Jenny, die kennen jullie niet. Zij heeft papa opgevoed en dit is de echte mama van papa. Ah. Hoe oud is jullie? 8.
naar mijn oma sturen even. Rot heeft geen banaan. Oh, Madeleine, drie oma's, bijzonder, hè? Zuster Lotte. Oh, zuster Lotte. Zuster Lotte. Hallo, zuster Lotte. Even kijken, doe dat maar even zo dan. Ja, en dan kun je zo bij mijn hart luisteren. Ja. Ik ben echt heel schattig. Zeg, geef op even. Ik vind het best wel leuk. Ah, ik wil het naar mijn oma sturen, maar ze leeft niet meer. Dat ze zo leuk vond om te zien. Te laat. Niet met je handjes, Lotte. Of je niet in je oren. Hé, 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 dat doen we niet met de handjes, hè? Hey. Doe jij altijd. Oh, dat is niet waar. Doe jij wel? Nee. Wel, niet waar. Zoals doe ze even netjes met je vork. Is veel netter. Stout, hè? Even een heel klein stukje maken. Nou. Kijk. Jij moet mij niet filmen. Ik ga jou alleen filmen. Ja, maar ik ga jou ook filmen. Jij moet niet filmen. Jawel. Nee. Ik wilde dus de hele tijd filmen. Wist ik niet. Jij bent stout. Lotte? Ja? Vertel eens wat we net hebben gegeten. Weet ik niet. Nou, eet je wel. Nee. Ik heb mama nog niet gefilmd deze vakantie. Ik jou wel. Deze vakantie. Is dat zo? Zonder dat het wist. Ik ga met de foto kijken. Ik zie papa. Ik zie papa. Oh ja? Waar is papa nou? Waar is papa nou? Moet je zeggen, waar ben jij? Waar ben je? Nee, ik zeg, waar ben je? Ik zeg, waar ben jij? Dan moet jij zeggen, ja, dan jij. Waar ben je, papa nou? Hier ben ik. Dan ga ik hier om zeggen, waar is papa nou? Hier ben ik toch? Waar is papa nou? Je ziet me toch? Hier ben ik toch? Papa is mijn oma. Nee, hier ben ik. Zie je me dan niet? Nee. Nu moet je zeggen waar Charlotte is. Waar is Charlotte dan? Ik zie Charlotte niet. Kauwgom in geslikt? Ik heb gezegd, ze moet maar de kauwgom eten als virus. Olivier, ga even stoppen. Ik heb kauwgom ingeslikt. Ben je verdrietig omdat je niet van kauwgom hebt? Of ben je verdrietig omdat je denkt dat het pijn gaat doen in je buik? Pijn. Nee, het zal geen pijn. Dat was maar een klein stukje. Je hoeft niet bang te zijn dat je pijn krijgt. Gewoon de kauwgom. Oh. Daar heb ik wijn vast. Wat is dit? Ik had ziek in mijn kauwgom ingeslikt. Ja. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Afwachten. Zullen we het overmorgen zeggen? Zullen we? Afwachten. Oh, ik wacht op jou. We zijn nu een week, hè? Afwachten. Goedemorgen. Zullen we eens even kijken wat we vanochtend eten? Pluk mama de lekkerste. Ja hoor. Het is echt zo ontzettend. Die heeft nooit geleerd om iets voor een ander over te laten. Kijk, hier. Allemaal. Kijk eens even, het lekkerste stuk met de meeste noten heeft op de snelste. Nee, kijk, het zit gewoon wit. Hè? Dat zo. Nee. Oh. Waar ziet papa nou? Jou? Wat een hoog. En onze mama? Niet. Alleen maar jou. Waarom niet mama nou hier? Omdat ik het leuk vind om jou te filmen. Ook mama nou hier. Oh? Ook? Film nou. Film? Nou, weet je. Leuk, hè? Ik ga foto maken en dan ga ik met kwasten met de verf op Olivier's wang. Oh ja? Oh, make-up is dat? Ja. Nee, niet een make-up.
zo hoor. Vind ik niet leuk. Wauw. Hé, hey, niet slaan. Doe die ogen niet. Zo, wil je nog wat zeggen voor de camera? Wat zeggen? Iets? Wel rust of zo? Wel rusten. En wat nog meer? Wat wil je nog meer zeggen? Moet jij even nadenken? Dan moet ik nadenken. Ga lekker, zeg maar. Wat doe je? Zeg eens een leuk Frans woordje. Wat? Frans woordje. Hoe moet dat? Je kan toch een mooi zeggen iets op zijn Frans, dag mevrouw? Dag mevrouw. Kan je het wel in het Frans? Ja. Doe dan. Dag mevrouw. Dat is toch niet Frans? Wat zeg jij? Bonjour. En dan? Ik zie me dan. Goed zo. Oui, ça va. Goed zo. Mama, ça va? Oh my god, de bruiloft van mijn ouders. Goed gaan stappen. Nee! Het is ook gefilmd. Oh my god, dan ben ik blij dat ik heb doorgedramd over deze beelden digitaliseren. Wat leuk! Van de bruiloft van mijn ouders op beeld. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik kan echt gaan janken. Ik vind het zo leuk allemaal. Zo leuk. Oma Jenny, oma Evelien, oma Len, opa Dick. Dick weet weer zijn camera aan om te zetten. Dick weet weer zijn camera aan om te zetten. Oh. Wie is dit dan? Hé, hey. Charlotte. Hé. Hier was ik nog geen 1 jaar. Gek dat het de feest is aanstond, vind ik niks van mijn ouders. Yo, vlogbeelden, zelfontspanner, alles. Ik wist echt niet dat mijn ouders zoveel hadden gefilmd, hè? Ze waren gewoon vloggers. Bananas voor dit. Oké. Ik kan niet kennen. Zou ik om deze reden vlogger zijn geworden? Omdat ik stiekem mijn hele leven weg gefilmd. Schattig. Oepsie, ik moet echt gaan slapen. Oh, wat dombo. Hoef ik eigenlijk mijn vlog niet zo laten doen? Ben ik gewoon echt obsessief met die filmpjes kijken. Het is 1 uur en dit is mijn ontbijt. Ik probeer op mijn vrije dagen altijd zo laat mogelijk te eten, maar ik heb toch geen energie echt verbruikt daarvoor. Koude opgeschuimde melk weer herontdekt.
Omdat ik gisteren een ijskoffie maakte, dacht ik, oh ja, ik kan het weer op mijn melk gewoon koud opschuimen in dat apparaatje. Nom nom. Ik ga net de comment of ik er vaker mijn eten wil filmen, dus nou, hier is mijn matcha. En dan eet ik nu lekker dit, een uurtje later. Echt heerlijk. Lekker oude stukje zuurdesembrood met sla, komkommer, wieslook, zalm. Yum yum. Oké, gedoucht. Tijd om klaar te maken voor het laatste schoolfeest met de leraren. Dus eerst even haar met je platfeunen. Haar krullen. Altijd een part of the routine wanneer ik naar een feestje ga. Alleen de onderkant. Hoppa. Oh, teennagel plakken. Want die zien er niet uit. Mooi moment om die boeftape eens weer te gaan testen van de Action. Ik deed net zo'n plak bij haar, maar dat vind ik te... geeft je altijd te dikke boobies. Maar hoe ga ik dit doen? Ik wil dat ze gewoon iets minder hangen. Dat ga ik niet vloggen. Hoppa. How to use. Ja, ik heb geen zin om helemaal tape zo over mijn hele schouders te gooien, hoor. Oké, ik heb het zo. Het zit niet... Oh, deze zit lager. Hallo, wel hier. Heel vervelend ofzo. Nou, het zit best prima. Ik heb ze niet heel erg gelift. Gewoon net een beetje. Merk gewoon dat het ten opzichte van vorig jaar het echt al meer hangt. En vooral in zo'n jurkje zie je dat. Maar alsnog is het... Ja, ik heb geen zin om het helemaal hoog te trekken. Maar het is best goed speel van de Action. Ik vind deze oorbellen dus heel Spaans. Ik heb ze nog nooit ingehad, maar ik zie het echt leuk bij mij. Maar ik vind ze bij deze outfit gewoon niet leuk. Dus ik ga ze toch niet indoen. Ik had ook bijvoorbeeld rode lippen, maar dat vind ik dan ook niet mooi bij deze outfit. Dus... En deze, ja, ik vind het zo heftig. Vel roze. Daar hou ik gewoon niet van te heftig. Ik moet echt over 5 minuten weg. Ik heb nooit zin om op tijd te beginnen. Ik weet niet, ik ga denk ik maar niks bijzonders met mijn make-up doen ofzo. No time. Haar, no time. Wel jammer, maar ja. Oké, nou ik heb niks bijzonders. Ik weet niet, ik vind mezelf er heel nep uitzien. Ja, het is ook zo. Ik ben helemaal oranje. Oh nee. Ik ben al laat. Ja, dit ziet er gewoon niet uit. Die oorbellen ook? Nee. Oh, wat stom. Misschien heb ik te veel van dat bruine serum opgedaan. Het is heel lelijk. Ik heb alle make-up van mijn gezicht. Ja, zie je, het blijft. Hier, ik haat dit, hè, want ik haat nep. Ik heb alles eruit afgehaald, hè. Alles. Van mijn huid met toner. Oh, toner. Het is gewoon heel lelijk. En ik wil niet te laat zijn, maar dat ben ik nu al. Nee, ik vind ook het haar niet leuk. Nou, doei. Dit is mijn outfit. Ik ga nog even snel. Weet ik niet. Ik heb letterlijk alles weggeveegd. En meer kan ik er niet van maken. En ik heb op mijn lippen dus gewoon die dinges. Waarom begin ik altijd te laat? Dit. Ik kan er niet meer van maken. Ik voel hem niet vandaag, maar goed. Ik moet nu gaan, dus bye. Hallo. Ik vind dat lekker aan het begin een beetje, om niet echt te kletsen en even te helpen met eten. Dus ik mocht helpen. Ja, ik wil juist liever kletsen, maar ik moet helpen. Kijk. Ik ben al aan het eten. Ja. Wil jij er ook in, Anne? Ja, dit is de presentatie. Ik vind het best mooi nog, eigenlijk. Deze is niet mooi. Nee, maar wel lekker. Oh, maar de chipje is eruit. Ja, sorry. Wie heeft dat gedaan? Sorry. Guilty as charged. Hier, hij zit erin. Zij zitten allemaal in de sfeercommissie, maar volgend jaar mag ik er ook bij. Je moet. Wow. Wil je in de vlog? Of course. Lekker, wat is dit? Kip paella. Oh, mijn vader maakt ook paella. Die zou dit leuk vinden. Jouw vader maakt paella? Ja, heel lekker. Oh, erg? Ja, dit vindt hij echt waanzinnig. Oké, wij zullen zien dat jij vindt meer lekker. Van jouw vader of van mij? Ik ben benieuwd. Juist. En wat ik kan zeggen, dat de vuur, de wind, hebben niet mij. Nee? Nee. Nee, want je wilde zo'n laagje krijgen, hè? Zo'n pan of hoe heet dat? Zo'n laagje op de... De paella? Ja, zo'n hard laagje. De probleem is de wind. Ja. Met de vuur. Ik kan niet heel goed koken, maar wij gaan proberen... Het wordt vast lekker. Ja, denk ik. Ja, wij zullen zien dan. Hier is de gymleraar, die is even de muziek aan het DJ'en. Hoi Kees. Wil jij de vlog? Lijken we? Ik wil niet lijken. Oh, ik weet het niet. Achter willen. Ja, Esther mag ook. Esther mag er wel. Wat? In jullie stem als je jouw stem. Wil je er ook in? Zie jij ook die kleine? Hi. Waar is Esther? Zie jij? Die druk. Nee, nou ja, goed. Dat is meer de praktisch dat ik niet. Oeh, kijk hoe lekker. Wauw.
mooi. Vega. Oh, ik vind het wel. Wie wil Vega? Maak me gek. Ja, YouTube. Sst, je zit erdoor met je verhaal. Ik zit op Instagram en YouTube. Wie wil Vega? Hoi duimen. Hoi collega's. Oh, Michel, wat voor schendig een beetje met twee. Prima. Je moet 30 porties scheppen. Nee, dit wordt super zwaar. Zoiets? Moet er meer op, moet er minder op? Nee, nee, is goed. Je moet gewoon... Danielle, de helft van de pan is 15 personen. Dit gaat op YouTube, hè? Zo, alsjeblieft. Ja, wie wil deze portie? Nee, mag niet meer. Nee, het zijn halve portie, want die andere zit in deze. Nee, maar dit is niet normaal. Ja, zeg. Jemig, zeg. Heb je nou een borrelbar of was je nou... Dit kan weer niet. Kijk, hoe gierig. Dit kan weer niet. Het is helemaal niet gierig. Ik moet die 15 portjes uithalen deze kant. Wat nou gierig? Je weet dat je op internet... Kan mij dat nou schelen? Nou, zijn we het nou over eens nu? Wat een gedoe. Waar moet ik op nu drukken? Lijkt me... We hebben paella. Paella. Willen jullie ook allemaal? Vlog! Hi! Al heel erg boeken, hè? Kijk hoe dedicated dat ik ben. Even omkleden. Lekker naar Zumba. Hoppa. Ik moet alleen nu dus mijn BH aan doen en die poop tape afhalen. Je ziet ze mij dan niet. Auw, 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 auw. Oh my god. Dit doet echt pijn. Dit is niet goed voor je tepel. Het deed zoveel pijn dat ik bijna moest overgeven. Dat je zo misselijk wordt van de pijn. Dus dit is, je moet een tepelplakker onder. Dit is niet normaal. Wax is er niks bij. Echt, ik heb het gevoel dat ik mijn hele tepel eraf heb getrokken. Auw. Gewoon een pleister. Goedemiddag. Oh ja, van wie heb ik die? Van de Seps moeder. Ik had dan een roosje. Die is al een beetje dood, dus ik kan hem vervangen voor die. Oh, nou, ik vind nog dat je die goed verzorgt. Ja, uiteindelijk... Nee, hij is helemaal dood. Maar dit is dat... Hoe heet het ook alweer? Amaryllis lijkt het op of zo. Oh, geen poesje, geen ruiken. Hij is geknakt. Waarschijnlijk doordat ik hem in de fiets had of zo. Oh. Maar goed, niet heel erg. Maar wel echt een leuk plantje om neer te zetten. Nou, deze plant is gevonden. Ja, goed dat hij dat wist. Die vlieg is irritant. Die zit hier al een week of zo. Dan gaat maar niet weg. De vlieg redt meestal geen week. Wel. En die mug zie ik. Ja, ik ging vandaag weer eventjes nog kijken in de ijskast. Eeuw, toen... zit het er nog in? Ja. Het was ijskoud, hè? Ja. Maar toen dacht ik van... Het wordt zuur na een tijdje. Oh, je zei zilver. Maar ik zocht gewoon een hoge beker. Een fles of een zo. Een bakje. Dus het was wel raar dat hij weg was. Want de kinderen zeiden, ja maar juf, hij moet dat in de ijskast leggen. Dus de kinderen allemaal vertellen hoe jij ze dat... Pas sinds 3 weken of zo deed ik dat. Dit is een mapje waar jouw naam op stond met dingen. Oh, dank je. Dus, nou, je hoeft er geen Edi-les meer te geven. Oh, dan kan ik deze zonnetje... Ja, en deze mag je ook mee hebben. Jezus. Maar dit is Brent ook nog. Ja. Nou, alleen Bo moest nog van die dingen, dus je had er heel veel gedaan. Oké, hallo. Hiel en Chicky zijn op de camping met Hiel's ouders. En ik zou daar ook blijven slapen, maar daar heb ik geen zin in. Want dan moet ik echt zoveel voorbereiden altijd voor één zo'n nachtje. En dan slaap je in een tent met 30 graden met z'n drieën. Dus ik dacht, ik slaap gewoon lekker thuis. Want weet je, dekbed pakken, kussen pakken, supplementen mee, al je verzorgingsspullen, pyjama, nou ja, alles. Zoveel gedoe. Dus ik zit nu even te kijken wat ik aandoe. Ik vind het wel heel erg zomers nu. Ja, het is wel 30 graden, maar ik zit nog niet echt in de zomervibe. Ik vind het wel leuk staan, maar ik zit nog niet in die blote modus, weet je wel. En als je dan naar buiten kijkt, het is dus 30 graden, maar er is geen zon. Dan voelt het nog een beetje heftig. En zo zonder BH vind ik, moet ik ook nog even... In die vibe zit ik ook nog niet. Maar ik vind het wel leuk. Dit is dus helemaal Primark, vet cheapy. Dit grijze broekje heeft dus stretch, je zit zo lekker. We gaan dus ook een hapje eten, want het is hun laatste avond, dus ze willen niet barbecue en zo. Dat hij dan morgenochtend moet zwegen en dan is het nog heet. Dus waar we wel vaker hebben gegeten bij Friedland. Dan moet je altijd nadenken dat je een outfit doet. Dat als je gaat zitten dat ook lekker zit. Maar deze heeft stretch. Maar ik denk dat ik toch voor een jurkje ga. Dit vind ik dan weer echt niet leuk. Dit is echt zo pyjama-achtig. En ook te warm. Nee, geen t-shirt. Dan hebben we natuurlijk het witte jurkje. Wat lekker bedekt is, maar toch luchtig. Dit heb ik alleen echt letterlijk altijd als ik mijn schoonouders zie aan. Altijd. Ineens vind ik het echt een doktersjas.
Ik kan ook gewoon hetzelfde als gisteren aan en dat is wel leuk. Maar die had ik gisteren ook al aan. En daar heb ik ook al een foto mee. Ik maak mezelf dus wijs dat deze heel heftig is. Maar eigenlijk is het toch helemaal niet zo heftig. Hij is alleen wat kort. Of ik moet deze toch wel houden en dan is hij ook leuk voor Koningsdag. Nee, maar nee. Dit stofje is gewoon niet lekker. Het is hard. Dit is wel een soort katoen, maar nee, ik had het al gezegd in mijn vorige vlog. Dit zit niet lekker. Ik dacht, ik geef het nog een kans. Maar wel leuk, maar nee. Zonder dat ik dit jurkje zo vaak heb gedragen, want daardoor valt hij dus in de categorie. Oh, heb je weer dat jurkje aan? Terwijl het eigenlijk geen, oh, heb je weer dat jurkje aan, achtig jurkje is. Omdat hij dus niet heel opvallend is. Maar goed, ik doe deze lekker aan. Zit lekker, prima. Ik heb heel vaak dat als ik mensen lang niet zie, dat ik dan bij hun altijd hetzelfde aan heb. Zo weer dat ook. Wat boeit het? Alsof het mij boeit wat zij aan hebben. Nee, oké, ik doe dit aan. Maar ik deel even mijn hersenspinsels met jullie. Want volgens mij vinden jullie het wel leuk als ik weer wat vaker film qua kleding en zo, heb ik het idee. Dus ja, daarom. Ik heb mijn haar dus weer gewassen, want het voelde helemaal vet. Ik denk door het sporten of zo. Ik vind het ineens een zusterjurkje. Grappig, hoe je mening kan veranderen. Het is bijna droog, dan ga ik het even nog stylen. Niet stylen, maar stylen. Oké, het wordt gewoon lekker wel dit met een jasje erover, want het is bloedheet. Ik moet nog even opmaken, maar dit vind ik wel lekker. Heb je toch een jasje en dan doe je hem lekker uit. En dan doe ik voor het uit eten gewoon die jumpsuit mee. Dat zit dan wat lekkerder en misschien laat ik dit gewoon aan. Ik was al bij mijn auto, maar toen zag ik dat mijn sleutel van mijn auto er niet was. En ik vond het zo plakkerig met zo'n kort broekje en mijn benen niet tegen elkaar aangaan dat ik dit heb aangetrokken. Dus nu ga ik echt weg. Ben er, jongens. Ze weten niet dat ik er ben, want ze vroegen niet hoe laat ben je er. Dus ik dacht, kom gewoon. Dus ik hoop dat ik door de poort kan, want waarschijnlijk zijn ze aan het zwemmen. Hallo. We zijn uit eten. Cheers. Lekker verdecho. Salut. Mensen vinden het heel leuk als Loes in de vlog komt. Jongens, kijk naar hoe bijzonder. Dit is dus een watermeloen carpaccio. En ze hebben watermeloen op de grill gedaan. Het is net vlees. Zie je dit? Oké, is dat toch watermeloen? Ja. Wow. Dan met feta, radijs, zeekraal. Helaas vergeten te zeggen zonder dressing, dus het is echt heel veel saus. Maar goed. Rucola. Maar dit is wel waanzinnig. Lekker. Kijk nou hoe mooi het hier is. Vet leuk. Dit is waar we altijd gaan varen. Alleen hier zit dus ook een camping. Oh, dit vind ik heel zielig. Is dit een naaktslag? Oh nee, het is geen naaktslag. Dat was heel leuk. En het is nu... Ik ben 11:30 thuis. Ik moet zeggen, ging mijn bonusdochter in bed leggen, zeg maar, samen met haar. Even lekker in de tent. Het was sowieso zo gezellig. Ze was zo blij dat ik er was. En ze baalde heel erg. Ze vond het heel jammer dat ik niet bleef slapen. Ik wist niet dat ze het zo jammer zou vinden. Ze had al helemaal een ontbijtje voor me geregeld en zo. Dus dat was wel zielig. Maar ja, ik had nu gewoon geen spullen mee. En ik lag daar en toen dacht ik, oh, dat ligt eigenlijk heel lekker. Dus ik had eigenlijk gewoon moeten blijven. Maar goed. Wijze les. Ik heb niet echt wat gevlogd. We hebben gewoon lekker gezellig genoten met elkaar. En hij heeft me net even naar de auto gebracht. Die gaat nu ook lekker slapen. Mijn schoonouders gaan lekker slapen. En ik hoef nog maar 37 minuten te rijden. Echt perfect. Ja, jullie zien mij niet. Hallo. Maar ik had trouwens even outfit change gedaan. Dit was wel leuk voor uit eten. Hoor joh. En het is hier echt pikken donker. Dus ik ga even focussen op de weg. Doei doei. Dacht je dat ik niet meer zou komen, liefje? Nu ben je blij, hè? Ja, je dacht dat ik weer een nachtje wegging, maar ik kon je niet alleen laten. Dat ik zoveel van je hou. Ik ben blij, hè? Oh, je was aan het slapen, hè? Oh, wat hou ik veel van dit wezen, zeg. Dat is echt de voornaamste reden dat ik niet ben blijven slapen. Jij was mijn hoofdreden, want ik vind jou zo lief. Wil je anders lekker bij mij slapen? Mag van mij. Omdat je zo lief bent en zo fluffy. Ik hou van jou. Ja. Ja, ik ook van jou. Good morning. Het is vandaag 30 graden en ik ga lekker een beetje in de zon liggen. En eventjes huis schoonmaken, kattenbak schoonmaken, wat echt een ellende is trouwens hoor. Ik kan even in de zon goed drogen en zo. En gewoon helemaal lekker in mijn eentje chillen. En nu ga ik de robotwatertank in de wc gooien. Die stinkt altijd best wel erg hoor. Het is echt zwart water. Er komt ook een kat gegeven op de grond. Die stinkt denk ik. Oh, nu is hij niet zo zwart.
Ik zeg het wel vaker, maar volgens mij heb ik nu echt niet zoveel gevlogd deze week. Gisteren heb ik ook niet zoveel gefilmd, maar er was echt niet zoveel te filmen. We zaten gewoon bij de tent te chillen. Ja, ik had wel even de tent kunnen filmen, maar... En morgen heb ik ook geen plannen. Dus ja, ik heb ook niet echt iets om over te kletsen. Jullie zeggen meestal, oh, maakt niet uit als je niks doet, als je maar lekker kletst en zo. Maar ik dacht, ik zet nu maar even mijn camera aan. En ik doe matcha nu opschuimen in mijn senseo ding. Je proeft echt verschil als je je matcha met de hand opklopt. Maar ik heb nu dus even al voor de tweede dag lekker lui. Want dit kan dus gewoon koud opschuimen als je hem lang ingedrukt houdt. Dus kijk, zo. Maar toch smaakt het anders of zo als je niet zelf whiskt. Maar dit is wel heel handig. Ja, lekker. Hallo jongens, ik ben lui. Ik heb je dus helemaal nog nooit verteld over mijn barkruk trouwens. Die ik dus heb gekregen. Niet betaalde samenwerking, maar ik kreeg een berichtje van Comfy Wonen. Om dus een stoel wilde. Een hele mooie fauteuil. Toen zei ik, ja, dat past niet in mijn huis, maar ik heb wel een barkruk nodig. Dus ik heb mijn eigen stofje mogen kiezen. Maar niemand heeft er ook iets van gezegd trouwens in mijn vlog. Ik heb het helemaal niet verteld. Ik heb een teddystofje. Ik heb hem nu al een paar maanden. Hij zit echt heerlijk. Ha, die zit hier dus altijd op. Als hij hier komt met het ontbijt. En ik zit hier eigenlijk ook al vaak te werken. Of me op te maken. Soms heb ik wel eens daar gefilmd. Zit echt super lekker. En het leuke was, er was echt een super aardige man. Ik dacht dat het een vrouw was. Want ik had dus via DM contact met het bedrijf Comfy Wonen. Comfy Wonen op Insta. En ik dacht automatisch dat het een vrouw was. Meestal heb ik contact met vrouwen. Maar dat was dus echt een super aardige man. Hij was echt zo lief en aardig. En ik zou eigenlijk een leuke foto voor ze maken. Voor Insta. Maar toen zei ik, ja, het voelt zo nep zo'n foto. Dus zal ik het gewoon in mijn vlog delen. Dus daarom deel ik het nu in mijn vlog. Maar echt een super bedrijf. En volgens mij is het een familiebedrijf. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval maken ze dus alles helemaal speciaal voor jou op maat. En de prijzen zijn ook echt super netjes. Dus je kan, ja, zelf uitkiezen wat je wil hebben. Eigen kleur, eigen stofje, eigen maat doorgeven. Perfect. En ik was bang dat deze kruk dus te groot zou zijn. Maar hij is gewoon helemaal perfect. De perfecte hoogte. Kijk hoe lekker. En lekker breed. Leuning, robuust. Weet je, eerst stond hier echt zo'n klein krukje waar je niks aan hebt. En je kan je voeten lekker hier beneden op de leuning ding zetten. Dat zal ik zo even laten zien. En ze produceren dus alles zelf. En hebben een supersnelle levertijd. En volgens mij bezorgt hij het ook gewoon zelf. Want hij kwam bij mij zelf leveren. En hij was toen gewoon een hele route aan het doen. Dus volgens mij bezorgt hij het altijd zelf. Of in ieder geval de mensen van het bedrijf. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zou het zeker aanbevelen. Als ik nog iets nodig zou hebben, zou ik daar ook echt zelf gaan kijken. Want top. Ik zal hem even laten zien zo hoe hij eruit ziet. Lekker teddystofje. En ik heb dus zelf deze kleur gekozen. Ik had dus ook koeler kunnen doen. Dus meer richting grijs of warmer. Maar ik vond dit wel een mooie match dat het niet warmer was dan dit. Ik heb het ook op afstand gekozen, de kleur. Je kan natuurlijk ook daar langs gaan. En Poesie ligt hier trouwens heel vaak op. En ze krabt ook. Maar je ziet niks. Ik weet eigenlijk ook niet hoe het kan. Want er helemaal geen kattenharen op zitten. Nee, geen kattenharen, geen krabdingen, helemaal niks. Een hele fijne poten waar je dus gewoon helemaal lekker goed stevig op kan zitten en je voeten ook op kan laten leunen, wat ik heel prettig vind. En hij is dus groot en ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo'n grote stoel hier kwijt kon, maar het kan makkelijk. Niemand van jullie heeft er iets van gezegd. Zo grappig. Toen hij binnenkwam dacht ik dus, oh my god, het is trouwens een beetje hetzelfde stofje als dit. Het is niet netjes. Oh my god, het gaat veel te groot zijn, maar kijk, je ziet er bijna niks van. Heel blij mee. Ik zal even laten zien hoe die nog is als ik erop zit. Ook al zit ik in mijn pyjama. Dat is echt mijn voeten hier. Zien jullie dat? Wiep. Je kan lekker je voeten neerzetten. Dus je zit heerlijk. En het zijn ook echt helemaal niet duur voor handgemaakte, op maat gemaakte producten. Dus zeker een kijkje nemen als je benieuwd bent. Ik weet niet of ik een kortingscode heb. Zo ja, zet ik hem nu voor jullie in beeld. Dus het is geen betaalde samenwerking. Je hoeft alleen een foto te maken. Maar ik vond het zo'n goede service en zulke vriendelijke mensen. Dat ik er natuurlijk weer even wat langer over praat. Heel blij mee. Echt heel mooi. Die blijft ook heel lang goed. Stevig. Oh, hij zit dus heel lekker ook qua zitting. Zacht en toch stevig. Perfect. Ja, heel blij. Oké, nu moet ik werken. Ja. Oké, en dan ging ik dus even hier zitten. Dit zit trouwens zo ontzettend lekker. Ik heb bijna spijt dat ik niet meer plek heb. Zodat je hier ook gewoon gezellig kunt eten. Want nu is er maar één plekje. Ik heb gewoon een klein huis, dus ik ben al lang blij dat ik dus één barplek heb. Echt heerlijk. Ik had hier dus een heel lief notitieboekje gekregen. Met een foto die op het zomerfeest was gemaakt. Van mij en twee andere meisjes. En zo'n leuk... Oh.
zo had ik ingeschreven. Zo'n leuk notitieboekje vond ik echt heel attent. En heel lief van een ouder en een kind heb ik dus een bol.com cadeaukaart van 15 euro gehad. Echt heel chill. En deze lekkere shower gel. Van een collega heb ik dan, had ik volgens mij al laten zien, onder andere een heel lief kaartje met deze lekkere douchegel gekregen en een maskertje. En dit is van, wat was dit nou? Oh ja, een nichtje van een collega van mij heeft een webshop, heel schattig. Zal ik even zeggen hoe het heet voor de promo. Het heet studioschatkist.nl. Heel schattig, met allemaal van die schattige cadeautjes volgens mij. En dit is dan zo'n potje met shea butter. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje promo voor de nichtje. En dan ook een attentie voor de collega's die het dichtstbij staan. Shea butter is echt geweldig spul. En dat zat dan in zo'n leuk zakje. Ik moet hier veel vaker gaan zitten trouwens. Want het zit heel lekker. En ik vind vaak barkrukken niet lekker zitten. Omdat je rugpijn krijgt. Dus daarom automatisch ga ik dus vaak op de bank zitten. Terwijl je hier eigenlijk, als je kijkt naar hoe je moet zitten qua houding, veel beter hier kan werken. Ik edit ook steeds vaker hier. Maar uit automatisme vergeet ik het steeds. Oh. Dit voor schattigs dan. Bedankt dat je me liet groeien. Volgens mij zitten hier twee bloemzaadjes of zo bij. Wat schattig. Hij heeft ze helemaal laten drukken zelfs. Oh, dat had ik nog helemaal niet gezien. Mijn moeder had dit voor me meegenomen. Kijk, er zitten twee balletjes bij. Die heel lekker ruiken. Ik denk dat je die moet... Ik weet bijna zeker dat je die dan moet planten. Wat cute. Lief zeg. Attent. Dat is van een jongetje die ook nog eens van school afgaat. Dit heb ik trouwens gebruikt in de klas. Dus van een vriendin van heel, ook een vriendin van mij uit Zoetermeer, van Elisa. Die heeft haar eigen boekje op Amazon, mijn dagboek. En hier staan echt hele leuke dingen in voor kinderen. En dit mochten ze bij mij, had ik gekopieerd. Want ik ging het natuurlijk niet allemaal kopen. Maar dat gingen ze bij mij, bijvoorbeeld na het schrijven mochten ze dat doen. Dat vonden ze heel erg leuk. Nou, ik heb nog lieve zelfgemaakte dingetjes gekregen. Dit, heel mooi soort schilderij. En nog wat tekeningen. Sowieso heb ik zoveel tekeningen, maar die heb ik hier nog niet allemaal. En nog een heel lief kaartje wat een kind zelf heeft geschreven. Maskertje had ik laten zien. Kaartje van een collega. Dat had ik al laten zien. En hier nog een kaartje van. Oh, ook heel lief. Een kaartje van een ouder. Ik kan het wel heel erg waarderen, moet ik zeggen. En dit was het, als het goed is. Oh ja, en nog een plant die mama kwam brengen. Die hebben jullie ook al gezien. En dit was het. Super lief. En we hadden natuurlijk ook al een theedoos van de hele klas gekregen. Dus ja, ik ga even achter mijn laptopje werken hier. Want het zit echt heel lekker. Dus dat moet ik gewoon vaker doen. Dat is ook beter voor mijn rug. En wat ik dus heel fijn vind, is dat ik mijn voeten kan laten leunen. Moet ik dit zo even gaan opruimen. Zo blijf bij deze laptop nog steeds. Zo, ik heb lekker op mijn rechtop. Rechtop. Ik ga het zo zitten. Ook goed en gezond. Rechtop zitten. Schade. En dan even die zonnebanden staan is heel minder fijn dan die andere. Ik kan gewoon leunen. Dus die twee dark spot. Leren. Geweldig voor open make-up. Mijn vrouw heeft weer een plekje gevonden hoor. Oh, 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 oh. Lina? Lina, lig je lekker? Hey, dikke Fluff. Hoi. Ik vind het zo'n lekker plekje op mijn laptophoes. Ja, je bent een beetje stout en ook een beetje lief. Zo, ik heb lekker mijn bikini aan. Vitamine C serum, want dit is ook goed tegen zon. Schade. En dan even deze zonband is trouwens veel minder fijn dan die ander. Ik heb dus die Nivea Dark Spot. En die is echt geweldig voor over make-up en zo. Daar zie je gewoon niks van, of als dagcreme. Dit is echt zo'n vette, witte. Dus deze gebruik ik lekker voor thuis, want daar heb ik er toen ook twee van gekocht. Goed insmeren, want pigmentvlekken en belangrijk. Hij voelt wel heel lekker zacht als hij uitgesmeerd is. Maar niet chill voor over make-up of zo, vind ik. Want zo, zie je? En lekker weer mijn bikini. En dan ga ik lekker zonnen, tot ik er geen zin meer in heb. En dan weer lekker binnen en dan weer chillen en genieten. Ik zit heerlijk in het zonnetje. Het is 2:30. Ik zit lekker een podcast te luisteren met Jessie Jazz en Iris de Goede. Super interessant. Ik ben helemaal aan het verdiepen weer van alles. En nu ga ik even ontbijtje maken. Ik ga lekker 3 eitjes klutsen en een roerei. Ik heb heel weinig boodschappen in huis, maar vanmiddag komen er weer lekker dingen. Maar dat is wel gezond.
probeer dan zo laat mogelijk te eten als ik niks doe. Ik denk, ja. Maar toen hoorde ik ook weer over hoe belangrijk goede voeding is. En dacht ik ga even lekker een ontbijtje maken. 3 eieren, best wel veel, maar ik heb verder niet zoveel in huis. Dus lekker. Ga ik het wel bakken in wat boter, want het schijnt dat je dan wel echt het lekkerste roerei krijgt. En dit zijn biologische eitjes. En dan moet je hem dus niet helemaal doorbakken, maar op een gegeven moment de pan uitzetten en nog een beetje laten doorgaren. Ik had even gegoogeld hoe je nou het lekkerste roerei krijgt. Ik eet heel weinig ei. Ik heb echt... Alleen als hader is, eet ik af en toe een eitje. Ze dacht, doe maar even lekker ei. Dat is wel gezond. En wat ik dus trouwens ook heel opvallend vind bij mezelf, is zodra ik water drink, ik drink echt altijd veel te weinig. Nu probeer ik echt op te letten. Ik heb een fles water bij te staan, of karaf. Zodra ik water drink, binnen een half uur plas ik het eruit. Gewoon. In ieder geval binnen een half uur plas ik. Ik weet niet wat dat water is, maar het gaat er zo snel uit. En toen hoorde ik net in die podcast ook over de Skeltisch zeezout. Toevallig heb ik dat... Wilde ik dat kopen, want ik had dus van mijn schoonmoeder gekregen 2 weken geleden. Maar ik heb het nog niet gebruikt. Want het ziet er echt zo goor uit. Het is zo heel kleverig zout. Maar dat je dat dus in je water moet doen. Niet te veel. Dus ik dacht, ik ga een heel klein beetje Keltisch zeezoutwater drinken. Dan worden die mineralen beter opgenomen, maar wordt ook het water beter opgenomen. Want zout trekt natuurlijk vocht aan en dit is heel gezond zout. Dus ik dacht, ik ga even, nu ik nog niks heb gegeten. Ik heb wel een matcha, halve matcha gedronken. Ik had er niet zoveel zin in. Ik heb een klein beetje, het moet niet zout smaken, zei ze, maar het moet een beetje ziltig smaken. En dan ben ik wel benieuwd. Ik geloof best wel dat je dan ook, ze zegt, je moet dan ook minder plassen, want het blijft in je lijf. Dus dat wil ik eigenlijk elke ochtend doen. Niet koud, zodra je wakker wordt, lauw water, anders schrikken je. Je maag schrikt dan, geloof ik. Dus die tip hoorde ik net en dacht ik, ja. Vaak, ik verdiep me altijd heel veel in dit soort dingen, maar ik vergeet het altijd weer. Dus, hoor ik ook weer die spijkermat, denk ik, ja, weer vaker op die spijkermat liggen. Het lost alleen niet het echt op. Het blijft hier gewoon drijven. En ik vind het best wel vies. Zoutwater. Ja, ik vind dat heel vies. Ik ben echt een aansteller, hè. Maar ik hou echt van zout. Maar zoutwater, dat ben je dan gewoon niet gewend. Nou, ik drink dit even op. Ben benieuwd. Dat ging snel. Kijk, nu zet ik hem uit. Maar als je dus beseft hoeveel roerei je dus eet in een hotel. Hè? Want kijk hoe weinig ei dit is. En dit zijn er gewoon 3. In een hotel bij zo'n buffet eet je echt... Oh, ik mag niet met de vork in de pan. Eet je echt vet veel ontbijt eigenlijk. Nu zet ik hem dus uit en laat ik hem nog een beetje doorgaren. Ik heb ook echt helemaal geen... Ja, ik heb nog wel een beetje bieslook. Dan doe ik dat erbij en dan eet ik dit op. Food inspo. Nou, het was lekker, maar ik blijf gewoon misselijk worden van ei. Zelfs nu om 2 uur 's middags. Ik weet niet wat het is met mij en ei. En ik heb het gevoel dat ik al minder moet plassen. Maar ik kan ook komen omdat ik heb gegeten. En ook door het zout komen. Ik geloof er wel in. Eerst was die rechter mijn water. Toen was het Poesie's water, want ze ging eruit drinken. Nu is die linker mijn water en de rechter Poesie's water. Maar nu is die linker ook Poesie's water. Dus nu heeft Poesie 2 glazen en moet ik weer een ander pakken. Poesie, Lina, je bent een beetje stout. Toch? Pas dit. Betrapt. Poesie. Hey. Hallo. Je bent zo schattig als je stout bent. Dit is letterlijk, buiten staat er ook al een glas water voor haar, maar ze wil steeds alleen het glas waar ik uit drink. Ze is zo schattig. Wow. Ten eerste. Weer een schattig poesje. Ten tweede, kijk dit. Oh, dit is wel op zijn vers ingezoomd. Zien jullie hoe mooi? En ten derde? Hele leuke serie. Iets te snel uitgekeken weer. En ten vierde? Oh ja, kijk hoe mooi. Jammer dat ik niet verder kan inzoomen. Mooie poesie, ben je ook aan het kijken, schat? In het echt is het nog wel veel mooier, want met mijn ogen zie ik het beter dan met de camera. Even lekker doorluchten hier. Dit was echt een lekkere chill dag. Heerlijk. Heerlijk. En het uitzicht, daar geniet ik echt van. Al is het een weg, ik vind het wel mooi. Maar met mijn ogen is het mooier dan op het beeld. Want jullie zien ook op tv en zo. Ja. Nou, ik geniet ervan. Good morning. Het is tijd voor wasjes. Van Deddegoed weer lekker, elke week. En ik ga de kattenbak leeg. Kijk, dan gaat hij dus nu helemaal rondom zoals altijd. Alleen dan gaat dus alles in de zak. Hij is dus best wel vies. Het ding is dus, aan de bovenkant zitten gewoon poepvlekken van drollen die dus
gerold worden zonder dat er grind in zit. Dus ik hoop dat het komt doordat ik misschien te weinig grind gebruik. Dat zei, zie je daar bijvoorbeeld? Heel nasty, maar dat zie je, die poepvlekken. Ja, dat gaat dus stinken. Heel goor. Echt heel ranzig. Gadverdamme. Echt heel smerig. Dus dat, ja, dat is dus niet zo prettig. Nu ga ik hem dus helemaal schoonmaken. Dat is echt geen leuk taakje hoor. Oh, filmscheef. Dat is echt niet leuk om te doen. Zie je hoeveel poepvlekken? Ja, dat ruikt natuurlijk niet echt lekker. Op een gegeven moment droogt het op en ruik je het niet meer. Maar dit is... Wat een herrie zeg, van het weg. Je hebt gewoon op je plafond zeg maar allemaal poep. Ja, super goor. Straks gaat dus alles erin vallen. Sowieso ziet het er hier niet uit, joh. Wat een zooi. Echt even gaan opruimen. Kijk hoe slordig het is overal. Geen gezicht. Nu gaat dus alles in de zak vallen. En dan maar hopen dat de zak goed zit trouwens. Dat heb ik dus niet gecheckt. Oh my god. Kan ik dat nu nog checken? Nee. Kijk, sowieso daar ook. Kijk hoe vies. Kijk hoe goor. Heel ranzig. Er is dus alleen iets niet goed gegaan, want er ligt nog grit in. Dat heb ik eens eerder gehad. Dan ging ik dus nog een keer op leeg klikken. En dan gaat dus je hele inhoud van de zak eruit vallen. Dus dat moet niet. Dus dit moet ik met de hand doen. Maar het is heel moeilijk om erin te komen. Kijk, je moet in zo'n smal rondje moet je het gaan schoonmaken. Maar goed. Bespaart je heel veel gedoe elke dag. Alleen dit is wel veel werk hoor. Dat ik bijna denk, ja, je schept dan liever elke dag een drol eruit. Zodat je gewoon steeds die hele zak kan verversen. Dan dat je een hele kattenbak moet gaan reinigen. Je zou liever hier een soort zak in willen zetten. Dus dat vind ik wel een nadeel van de kattenbak. Gelukkig zit de zak wel goed. Oh, ik vind het altijd zo ontzettend vies. Oh my god. Alles valt ernaast. Oh, wat een ellende dit, jongens. Kijk dan, wat een ellende. Dit wil je toch niet? Verschrikkelijk. Ik heb het in een zak gegoten. En nu laat ik hem nog een keer leeg, heb ik er weer een zakje gedaan voor dat laatste beetje. Maar ja, dit is gewoon echt niet leuk. Dus hier ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Gelukkig maak ik wel steeds meer spullen op. Waardoor ik iets meer ruimte krijg. En die draaidingen, die blijven fantastisch. Dit is geweldig. Ik zou nooit meer zonder willen. Dit is eigenlijk als ik sushi bestel erbij. Mijn vader houdt hiervan, dus ja. Ook dit soort dingen, vet lekker. Maar goed, komt ooit wel op. Tot wanneer is het houdbaar? Maart 25. Ik weet dat jullie dit soort content leuk vinden, dus daarom film ik het. Ook al loop ik er zo bij en kom ik net mijn bed uit. Ik heb de camera wat hoger gezet, want anders zie je mijn billen. De grond is bijna leeg. Nou ja, niet echt, maar... Dit ook, voor als ik gasten heb, sap. Wat ik nooit van mijn leven gebruik. Hi. Ik was gisteren trouwens weer een podcast aan het luisteren. Ik luister van het Energetisch Huis. Over de biotensor, nijtherapie. Heel interessant. Had Kim aangeraden. En ik luisterde van Jessie's Diaries. Van She Floor, van Jessie Jazz. Met Iris de Goede. Heel interessant. Ja, die herrie kan echt niet, hè. Maar ik heb allemaal ramen openstaan. Jeetje, wat een herrie. Zondag is de ergste dag gewoon qua auto's. Iedereen gaat ergens heen. Maar toen zij zei wat je allemaal moet doen, toen dacht ik, ja, ik doe alles behalve een goed slaapritme. En een eetritme, moet ik zeggen. Want zoals nu ga ik heel laat eten. Misschien is dat helemaal niet goed. En havermelk. Verder doe ik echt. Ja, oké. Okay. En ik zit veel op mijn telefoon. Ik kijk series. Ik ga niet heel vaak wandelen, natuurlijk. Maar qua voeding en zo dacht ik van, wow, ik ben echt, doe dat al mijn hele leven zo goed. Dus dat is wel fijn om te weten. Alleen toen zij koppelde alles aan, oh, als je zo leeft, dan voel je dus ook fit, gezond. Toen dacht ik, ja, dat is dus niet zo bij mij. En ik kan me niet voorstellen dat dat verandert door die paar dingen. Maar goed, heel interessant. En ik heb gisteren ook lekker mijn nagels geveld. Dus kijk, dit is nog die biap die ik er vorige keer op heb gedaan. Dus ik heb de vorm er even mooi gemaakt vast. En het hier geveld. En dacht ik, dat ga ik vandaag of een andere dag even opvullen. Morgen ga ik naar de sauna. Dus misschien daarna pas? Of juist niet? Ik weet niet. Heel mooi hier. Die spray helpt wel goed hoor. Want ik ruik nu echt alleen maar die spray. Kijk, dit is drama. Maar dit ga ik met mijn steelstofzuiger doen. Met mijn Dyson. Die echt de slechtste stofzuiger ooit is. Maar ik ga niet een ander kopen. Heel heeft dus een hele goede steelstofzuiger. Hier zit dus alcoholvoorraad. Maar ja, er wordt hier nooit alcohol gedronken. Hooguit als ik met heel een keer ben.
allemaal alcohol. Kan ik ook in mijn berging zetten. Natuurlijk. Maar op zich, als het hier een beetje achter staat, is het niet zo erg. Alleen, ja, het wordt hier gewoon helemaal vies. Ik moet eigenlijk ook die vrieskist. Ik ga dit straks even helemaal schoonmaken, want dit is gewoon goor. Ik ga straks even die vrieskist eruit halen. Maar kijk, daaronder de wasmachine zit ook grit. Dus ik ga proberen met mijn zilveren blik of met die plumeau eronder te komen. Want dat kan ik niet meer verschuiven. Ja, ik ga dit zo even allemaal weghalen. Als je niet wil zien, kijk even weg. Maar voor de mensen die het wel willen weten, even een eerlijke review. Kijk hoe vies de kattenbak van binnen is. Kijk, na twee keer reinigen. Ik heb ook mijn neus dicht. Daarom klinkt mijn stem misschien een beetje raar. Gadver. En dan heb je ook nog van boven heel smerig. Ja, echt niet chill hoor dit. Ik ga nu even heel grondig reinigen. Maar ik vind het ook zo goor om dit in de douche te doen. Gadver. Als je een tuin hebt, kan je het lekker in de tuin doen of zo. Ga ik dus nu weer die zak eruit halen. Dan ga ik die drollen er nog uitscheppen. En dit is echt heel nasty. Maar kijk, ik doe dit. Want dan ruik ik het niet. Oh my god, waarom zet ik dit op internet? Maar ik weet gewoon dat sommige mensen dit leuk vinden om te zien. Ik zweer het. Het is een beetje veel papier. Maar dan ruik ik die vieze stank tenminste niet. Beter. Ik heb geen wasknijper. Weet je hoeveel grit er nog kwam uit die tweede lading? Bizar. Ik doe het ook expres voor het douchen, want dan kan ik lekker straks helemaal douchen, want ik voel me helemaal goor hierna. En het duurt heel lang voordat het droog is na het schoonmaken. Kijk, dit valt er dus niet uit door die rand. Het is nu in de douche met heet water en dreft en ik ga dus nu een schuursponsje pakken. Ik moet zeggen, ik heb dit nu dus al meer dan een maand niet gedaan. De vorige keer dat ik het ging schoonmaken, heb ik het zonder nat te maken gedaan, omdat het dus zo lang duurt voordat het droogt. Ik dacht dat ik schuurspons had. Ik weet blijkbaar dat ik geen schuurspons had. Als hij zeg maar niet goed droogt, ik had hem met doeken, met zon, 3 uur lang buiten, was nog steeds niet droog, dan heb je natuurlijk klontvormend kattengrit. En dan is hij natuurlijk zodra je hem gebruikt meteen al nat. En dan blijft die poep ook plakken. Dus ik dacht, ik test het even droog, maar ja, nu moest ik hem natuurlijk wel schoonmaken. Dan gebruik ik deze. Ga ik even helemaal van binnen schoonmaken en dan... Ja, ze is al naar de wc geweest net, dus ik wachtte tot zij was geweest. En dan ga ik hem echt pas weer vullen als hij helemaal droog en schoon is. En dan hoop ik dat het dit keer beter gaat. Ik denk dat dat letterlijk een half uur duurde. Ik ben helemaal nat. Ik heb echt met de kattenbak gedoucht. Niet normaal vaak het heb gespoeld. Meerdere soorten schoonmaakmiddel. Het is echt niet normaal voor werk. Ik hoop dat het nu goed is. Wat dus wel handig is, wat natuurlijk logisch is. De poep komt natuurlijk altijd hier uit het vakje. Want ik zei toch al, je krijgt het niet uit de onderkant, het laatste grit. Je krijgt het dus wel natuurlijk hieruit. Dus ik heb het laatste water dan zeg maar hieruit geduwd in de douche. Maar mijn douche is nu ook helemaal verstopt, want alles gaat klonten, alle restjes. Dat moet ik nu gaan fixen. Klontvormend en water is natuurlijk echt, ja, de combi die je niet wil wat dit betreft. Dit is wel handig dat hij even zo hierop kan drogen. Maar er blijft dus hieronder in die rand water hangen. Dus dat moet ik dan nog weer daaruit duwen. Maar ik laat het nu gewoon even. Poesie hoeft nu toch niet naar de wc. Die geur blijft er zo lang in hangen. Ik heb echt geboend. Maar je ruikt het nog heel licht hoor. Ik hoop dat dat straks weg is. Meer dan dit kon ik niet doen. Nog in huishoudelijk dit ding. Dit haal ik dus uit de zijkant van de robotstofzuiger. Er zit een soort vakje. Dit kan hij dus niet opzuigen, dus dan zit hij vast. Dus al dit haar. Ook leuk. En ik moet sporten, maar ik dacht ik kan er niet achterlaten zonder kattenbak. Ik heb snel lekker gedoucht. Ik wil altijd douchen, elke ga ik sporten. Dagcreme op. Dit is nu oké. Water mee en dan ga ik sporten. Ik ben echt bezweet. Ik heb dus gesport. Weet je, al is het maar 20 minuten, weet je hoeveel je kan trainen als je gewoon je tas weglegt, telefoon weg, alleen waterfles en gewoon doorgaat, kan je echt... Ik kan letterlijk mijn hele training in 20 minuten doen, alleen gewoon minder herhalingen. Ik heb trouwens zelf... Ik heb dus 2 vriendinnen door de middelbare school. En eentje woont nu dus helemaal in Deventer en heeft dus een kind. Maar ze is dus best wel vaak in Weesp, dus ik zei kom dan even langs, al is het 10 minuten, dan kan ik je even een knuffel geven en je dochter zien. Maar ze zei dat ze misschien zou komen, maar ze komt niet. En mijn nichtje zei, zullen we padellen vanmiddag? Dus ik had er helemaal zin in en toen zei ze, kan niet.
Ja, ja, jammer. Maar ik vermaak me in mijn eentje ook hoor. Maar ja, toch jammer. Wat wou ik zeggen? Ik had dus voor Instagram mocht ik een gratis maaltijdenbox van Factor, van die kant-en-klare maaltijden, in ruil voor 3 stories. Dus onbetaald. En toen heb ik dus zelf ook weer besteld. Ik vind het dus niet culinaire hoogstand. Dat zijn het ook niet. Het ziet er ook niet super lekker uit, maar het is dus wel lekker. En het is wel, ik doe het wel in een magnetron, dus misschien iets minder gezond. Maar ik vind het heel chill voor de dagen dat ik geen zin heb om te koken. Dit is totaal geen samenwerking en zelf gekocht. Maar ik heb het dus nu weer. Maar mocht je dus een kortingscode willen, laat het me even weten. Want het leuke is dus wel, volgens mij doet hij het nog, dat als jullie dus bestellen, ik weer een commissie krijg. Dus daarom, dat is wel weer heel erg leuk. En ik dacht, ik ga het niet, omdat het zelf gekocht is, nu niet aan jullie laten zien. Dus ik laat het gewoon zien. Terwijl je normaal hier dus echt een dik geld voor krijgt als je dit laat zien. Maar goed, ik wil ook gewoon real blijven en ik doe niet alles alleen maar voor geld natuurlijk. Dus ik heb Factor. En het neemt ook niet zoveel ruimte in je koelkast. Je hebt dan 8 van die dingen. Met mijn kortingscode is het wel een chille prijs. Ik weet even niet hoeveel. En dan heb ik gewoon ook chill als lunch. Sommige zijn echt maar tussen de 400 en 500 calorieën. Sommige 800. En dan heb ik dat toen die week gedaan. En dan wist ik zeker dat het, dat ik gewoon niet te veel calorieën binnenkreeg. En dat ik niet ging bestellen en zo. Dus ik had het nu weer gedaan. Vond ik wel chill. Dus 8 van dit soort bakken. Maar picknick komt dus ook zo. Want ik wil dus ook wel dan gewoon lekker gezond verse dingen erbij eten. Zoals lekkere salade en zo. Een beetje een combietje. Ik hoop dat het gaat passen in deze kleine koelkast. Volgens mij heb ik alleen maar gezonde dingen. En ook wat plantjes en zo besteld. Kruidenplantjes. Oh ja. Doperwtjes uit de vriezer. Ook best wel lekker. Kun je best wel lekker een snack van maken. Bosuien wou ik eigenlijk planten. Veldsla. Een grote koriander. Ik wil deze even allemaal gaan in die bakken gaan doen. Want die planten zijn allemaal dood. En ik hoop dus als ik kruiden neem die ik ook echt eet. Dat ik ze dus wel water geef. Want zoals die maggi plant. Ja, heel leuk. Maar ik gebruik dat niet eens. Wat is dit? Oh, wow. Romaine sla. Maar dan echt uit de natuur. Dus die moet je waarschijnlijk nog helemaal wassen. Wel beter. Biozak. 2 lekkere mini waterbloemen. Want die vorige van Picnic die waren dus niet zo lekker. Tenminste, ik hoop dat ze lekker zijn deze. Echt duur, maar zo lekker had ik echt zin in. Ze hadden geen grote flessen. Tomatensap. Zwarte knoflook leek me te lekker weer een keer om iets mee te maken. Wat is dit voor kleintje? Een mini bieslook. Wow. Jammer dat ik bij Crisp geen commissie krijg als ik het promote. Dat zou echt chill zijn. Weet je dat er gewoon iets van 70 mensen door mij Crisp hebben besteld in het verleden? Bizar, hè? Geschrapte waspeen en selderij die niet mooi is. Helemaal bruin. Dat is niet leuk. Maar even ecologisch wc-papier. En nog een mooie grote bio basilicum. Tabasco. Nou, lekker huishoudelijke beelden. Jongens, waar houden jullie van? Thumbs up. Gember. Mijn fruitschaal zit lekker vol. Moet het ook alleen wel gebruiken. Ik had wel nog potgrond willen halen, maar daar had ik geen zin in. Vond ik te zwaar. Dit zijn alle mooie curlebuff tomaten, denk ik. Ja, dit is dus niet... Ah, jammer. Oké, okay, hij is wel goed, maar ik hoop toch van die hele mooie grote. Dit is echt een kleintje, maar goed, hij is wel rijp. Meestal zijn ze echt 3 keer zo groot. Heel duur dit hoor. Je betaalt volgens mij echt 3 euro voor deze 3 tomaten. Dus dat is wel heel gestoord, maar... Zo lekker. Zoveel lekkerder dan vleestomaten of überhaupt andere tomaten. Dat heb ik dus 3 keer besteld. Dus ik heb er nog misschien wel 6. Ik had voor de kleurvariatie ook nog deze tomaten besteld. Dus wat groter. Niet snoeptomaat. Vond ik ook leuk voor in de salade. Maar mijn fruitschaal zit nu wel heel vol. Wow, die zijn echt groot. Oh, deze is niet zo mooi. Volgens mij is het allemaal bio. Maar ik weet het niet zeker, want volgens mij denk je bij Crisp dat alles bio is en is niet alles bio. Mijn wasjes zitten ondertussen lekker te draaien. Kijk, nog 3. Ze zijn klein, maar goed. Ik heb wel eens gehad dat ze echt 3 keer zo groot waren, maar dat er bijvoorbeeld ook hele groene bij zitten. Maar ik moet zeggen dat volgens mij soms het ook hoort dat ze nog groen zijn. Dat is het soort ras. Noem je dat een ras? Soort. En nog meer, maar dit blijft best wel goed in de koelkast. En ik vind dit toch zo lekker. Maar ik ga het even eten met wat minder olijfolie. En ook niet allemaal met feta of parmezaan. Ik wil het ook gewoon even... Wel met wat olijfolie, maar gewoon echt even de healthy variant. Deze is zacht, maar goed. Het zijn natuurproducten. Dat zijn mijn boodschappies. Oh, en nog een cucumber. Ik ga trouwens meteen heerlijk
Nee, glas uit de vaat pakken, want die is schoon. Zal ik het in een mooi glas doen? Hé, hey. Doe daar maar mijn lenzen op hier. Ik heb niet echt een mooi tomatensapglas. Nee. Gewoon hier. Dit kost dus €2,50. Bizar, hè? Zit hier statiegeld op? Nee, toch? Dus glas. Deze had ik dus ook bij 35 op de kaart, maar er werd heel weinig besteld, helaas. Dit is toch lekker? Als kind, als jong meisje, ik hou dus altijd al echt van lekker eten en goed eten. Had ik dus, ik wist niet dat dit zo groot was. Gingen we dus heel vaak volgens mij met KLM. In ieder geval vroeger kreeg je nog gratis drankjes aan boord en zo, lekker eten. Nu trouwens ook nog soms, maar toen was het allemaal beter. En dan nam ik dus als kind altijd tomatensap, had ik van mijn vader geleerd. Ik weet even niet meer hoeveel druppels, ik doe er 4. En dan doe ik dus ook nog zout erin. Moet ik eigenlijk Keltisch doen, maar goed. Oh, dit is zo lekker. Oh, deze is trouwens al gespiced, dus deze hoef je helemaal niet op te spicen. Oeh, nu is je wel pittig. Moet je dit koud bewaren, net toe? Tot 2028 houdbaar. Nou, lekker. Oh, mijn was is ook klaar. Nom nom, ik ga even alles opruimen. Lekker. De komkommer heeft helaas heel weinig smaak, maar doordat die tomaten zo'n lekkere smaak hebben, is het nu eigenlijk met zout en shallot al lekker. Ik doe er wel wat olijfolie bij, maar je hebt gewoon minder olijfolie voor de smaak nodig, omdat dit al heel smaakvol is. Hoe ik het nu heb gesneden is wel zonde, want je ziet de mooie vorm niet. Maar goed, ze waren sowieso niet heel ribbelig. Wat olijfjes erbij. Ook Luc. Ik had het met een vriendin net over dat ik eigenlijk altijd alleen maar luxe dingen koop. Dure tomaten, dure olijven, goede olijfolie. Ja, ik hou ervan. Daar haal ik genot uit in het leven. Heerlijk. Ik heb dus ook een factor maaltijd met heel weinig calorieën genomen. Maar dat vind ik gewoon niet voldoende. Vooral na het sporten. Ik had vanochtend alleen maar een broodje zalm gegeten. Dus ik eet ook nog lekker deze salade erbij. Maar niet te veel olijfolie. Anders is het ineens een mega caloriebom. Lekker. En ik had trouwens heel zout erop gedaan, zodat het kon uitlekken. Maar er komt gewoon eigenlijk heel weinig vocht uit deze tomaten. Dat is ook top. Dit is 1 vleestomaat. 2 gele pomodoro. Pomodoro. Halve komkommer zaadlijsten eruit gehaald, maar dan wel opgegeten. En een shallot. En dus die olijfjes. Oh, hi. Yummy. Plantjes staan er weer mooi bij voor 2 weken tot ze weer doodgaan. Nee, ik hoop dat ik het dit keer wel volhoud. Dat dit kruiden zijn die ik ook echt gebruik. Meestal, ja. Nou, die gaan ze alsnog dood hoor. Maar in de zomer gebruik ik ook meer kruiden of salades en zo. Ik was even zwarte knoflookboter maken, want het pellen is best wel veel werk en ik had er nu zin in. Ik dacht, dat is weer lekker voor als woensdag een vriendin komt lunchen. Die heeft nog nooit geproefd. Ik heb 1 knoflookbol geperst. Wat boter die ik nog had. En 1 zwarte knoflookbol. Maar de boter is nog een beetje hard. En dan zout. En dat is volgens mij het recept dat ik altijd aanhoud. Het is veel lekkerder dus met verse knoflook. Dit is echt mijn eigen recept. Ik heb het nooit ergens anders gehad. Nooit ergens anders gezien. Zwarte knoflook is nu weer een beetje... Nou, niet weer. Het is nu een beetje upcoming. Echt niemand kent dit recept. Het staat op Babbelhap. Dit is echt underrated, zeg maar. Als je ergens in een restaurant zwarte knoflook ziet staan bij de ingrediënten, ja, je proeft het nooit. Het is natuurlijk best wel duur en vooral veel werk om te pellen. Maakt het denk ik ook duur. Maar dit is niet normaal. Maar ik wacht even tot het iets zachter is, want nu is het een beetje veel werk. De mensen die het wel eens hebben geproefd bij 35, ja... Voor de fijnproevers onder ons is dit denk ik een van de lekkerste dingen die je ooit gaat proeven qua speciaal soort eten. Het is niet normaal lekker. Als Nicole dit ziet wordt ze gek, want die was een van de trouwe fans. Wel ook mensen die het kwamen kopen en het leuke, mijn herinnering eraan is ook met mijn bonusdochter. Die kwam dan soms helpen en dan ging ze me helpen met die boter maken bijvoorbeeld. Wat is dit? Huh? Weet niet wat het is? Het ziet er zo dus ook wel tof uit. Maar ik deed hem altijd helemaal mengen. Lekkerste ever. Oké, jongens, het is 11:30. Ik ga slapen.
Mijn bed is lekker schoon. Mijn badmat en zo weer lekker gewassen. Die worden echt best wel... Nou, die de douche niet, maar de wc wordt heel snel vies omdat je vaak met schoenen erop staat. Dus die was ik eigenlijk ook in ieder geval om de week. Soms elke week. Dit keer geen koeienbevalling. En mijn bedden goed. Laatste wasje nog in het droger. Heerlijk. Morgen naar de sauna, vroeg op. Dus ik heb weer sleeping gummies genomen, dus ik ga lekker slapen. Lekker voor 12 uur. Ik wil sowieso echt proberen om gewoon steeds om 11 uur naar bed te gaan. Dat is zo belangrijk. Maar goed, 11:30. Ook prima. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Ook al heb ik niet zoveel gedaan. En laat zeker een reactie en een like achter. En dan zie ik je bij de volgende. Doei!